De 35-jarige vrouw is met haar scooter betrokken geraakt bij een noodlottig ongeval. Ze kwam in botsing met een taxibus bij Urk en overleefde dit niet. Na maanden onderhandelen heeft Almere de plannen voor de stad af. Vanmiddag is het coalitieakkoord van Almere gepresenteerd. En het gaat slecht met onze jongeren. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD. Zowel fysiek, mentaal als sociaal gaat het niet best. Het is dinsdag 28 mei. Dit is Flevoland. Goedenavond. We beginnen bij het ongeluk op Urk. Ja, bij een ongeluk daar tussen een taxi en een scooter in het buitengebied van Urk is vanochtend een 35-jarige vrouw uit Espel om het leven gekomen. Het gebeurde rond 8 uur vanochtend op de Staartweg in de buurt van de Urker Dwarspart. De vrouw zat achter het stuur op de scooter. Volgens de politie bleven de inzittenden van het taxibusje ongedeerd. De weg is daar tot vanmiddag 1:30 dicht geweest voor politieonderzoek. En bij de Knardijk in Lelystad is een lichaam in het water gevonden. Dat meldt de politie. Het lichaam werd vanochtend rond 9 uur aangetroffen vlakbij de Oostvaardersplassen. Naast de politie staat ook de forensische opsporing op de dijk. Die doet onderzoek naar een eventueel misdrijf. Of er ook echt sprake is van een misdrijf is alleen nog niet duidelijk, laat een politiewoordvoerder weten. Na een politieke en bestuurlijke crisis die 4 maanden heeft geduurd, heeft Almere weer een compleet college en een nieuw coalitieakkoord. De nieuwe wethouders en de plannen zijn zojuist gepresenteerd in de nieuwe bibliotheek in Almere stad. Verslaggever Hafid Akalouche is daar. Ja, de PvdA en GroenLinks die treden toe in dat nieuwe college. Kan je dat duidelijk zien in de plannen, Hafid? Ja, deze twee partijen hebben eigenlijk een aantal wensen, maar de belangrijkste is betaalbaar bouwen en betaalbaar wonen. Het aantal sociale huurwoningen in Almere bedraagt op dit moment 30%. Dat gaat straks naar 40%. En ze willen ook een aantal locaties aanwijzen, nieuwe bouwlocaties, om dit mogelijk te maken. Of dit allemaal haalbaar is, ja, dat moet nog blijken. We gaan eerst luisteren naar Jaap Steenkamer van GroenLinks. We zijn heel blij dat we hebben kunnen versnellen in de woningbouw en eindelijk 40% sociale huur in de stad mogelijk hebben kunnen maken. En is dat haalbaar? Zeker. We hebben ook contact gezocht met experts op het stadhuis en bij de woningbouwcorporaties. En we denken dat we in de komende jaren 3000 extra sociale huurwoningen kunnen toevoegen. Er is veel vertraging opgelopen bij de woningbouw en daarom zetten we ook alles op alles om de woningbouw te versnellen in deze laatste 2 jaar van deze periode. Ja, en er zijn dus 2 nieuwe wethouders in dit college. De PvdA levert oud-europarlementariër Paul Tang. En GroenLinks schuift Mischa Mos naar voren als wethouder. En daarmee is dan het college compleet. Maar voor welke uitdagingen staat dit college? Ja, naast woningbouw natuurlijk heb je ook jeugdzorg en de bezuinigingen voor de komende jaren. Voor wat betreft de jeugdzorg, we weten allemaal dat de kosten de afgelopen jaren enorm zijn gestegen tot 120 miljoen voor dit jaar, 2024. En dat is eigenlijk 10% van de totale begroting van de stad. Daarnaast moeten zij fors bezuinigen. In totaal gaat het om een bedrag van 50 miljoen. En de bezuinigingsmaatregelen, de concrete maatregelen, worden eigenlijk verwacht voor de zomervakantie. En in dit akkoord lees ik verschillende maatregelen. Sowieso dat de lokale belastingen omhoog gaan, maar ook denk aan parkeertarieven. Kortom, iedereen gaat het straks voelen. We gaan luisteren naar Aya Seelman van de Partij van de Arbeid, want die partij is nu de grootste in het college. We moeten dit echt samen doen. We kijken eerst kritisch naar onszelf, naar ons eigen huishoudboekje. En daarnaast vragen we van de sterkste schouders in onze stad om een bijdrage te leveren, zodat we dit samen deze stad kunnen opbouwen. En zijn er dan nog meer opvallende zaken in dit coalitieakkoord? Ja, zeker. Wat mij opviel is eigenlijk
Overgooi en het gebied bij het kasteel, daar de woningbouw mogelijk te maken. We weten dat Overgooi een wijk is voor rijke mensen. Ze kopen daar grote kavels om grote villa's te bouwen. Maar nu het voorstel is om die grote kavels, of een deel daarvan, wordt opgedeeld in klein percelen, zodat de bouw van sociale huurwoningen mogelijk te maken. Dat geldt ook voor wat betreft het kasteel. Al de afgelopen 20 jaar was het eigenlijk een soort taboe om te praten over woningbouw in dat gebied. Maar nu willen ze dat ook mogelijk maken. Wel, in beide gebieden moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Hafid Asher Akalouche, dankjewel. En aan donderdag worden de twee nieuwe wethouders officieel gepresenteerd aan de gemeenteraad. De mentale gezondheid van jongeren in onze hele provincie is achteruit gegaan. Dat meldt GGD Flevoland. Als oorzaak wordt de coronacrisis genoemd. Jongeren blijken niet helemaal hersteld te zijn van de gevolgen van de pandemie. De GGD noemt ook zorgelijk dat meer jongeren zijn gaan roken en vapen. En ze beginnen daar ook steeds jonger mee. Dit is normaal gesproken niet iets wat we doen, rokende mensen in beeld te brengen. En zeker geen jongeren, maar hoe oud ben je? 13. 13? En jij rookt? Ja. Waarom? Ik ben begonnen door groepsdruk op mijn 10e. Ik ben 15. En rook je, vape je? Ik vape wel. Ja? En waarom? Ja, het is gewoon, ik kon zelf van roken. En toen dacht ik van ja, vape is een betere optie. Dus ga je toch liever daarvoor. En hoe staat het bij jullie met roken en met vapen? Ja, dat doe ik niet. Ik wil mijn longen echt goed houden. Ja, ik ook. Ik ook niet. 14 jaar? En ja. Gebruik je vapes? Niet meer. Ik ben al anderhalve maand gestopt, 2 maanden nu. Ik ruik nu iets, want er is hier iemand aan het vapen. En het is een beetje een zoete lucht. Wat is het? Het is aardbei kiwi. Ja. En wanneer ben jij begonnen met vapen? Ook een half jaar, een jaartje geleden. Kijk, veel meer mensen doen het. Dus je wordt er ook wel een beetje mee omringd. En ook de smaak en de geur, die trekt wel aan. Het heeft een soort van kick, omdat je dan met iedereen mee kan doen. En dan horen we deze tieners die roken en vapen. Ja, wat denk je dan? Nou, het verbaast me niet. Ik ken de trend natuurlijk al langer. Maar ik maak me er wel zorgen over. Zorgen omdat? Nou ja, omdat we zien, vapen is niet onschuldig. Wat natuurlijk lang werd gedacht. Vapen op zichzelf is wel schadelijk voor jongeren. Maar we zien ook dat veel jongeren die vapen daarnaast gaan roken. Ik ben een jaar gestopt op mijn 11e. En toen ben ik weer begonnen. Maar ik zie dat je zelf een sigaretje draait, hè? Een shaggy. Ja, shaggy. Ja. Hoeveel kost een shag? Ongeveer, ja, ligt eraan wat je rookt. Wat betaal je er zelf voor? Ja, ik zelf niet, mijn ouders, maar... Je ouders betalen het? Ja. Want anders is het als 13-jarige toch helemaal niet te doen? Nee. Ja, dat maakt me heel verdrietig als ik dat hoor. Ik heb dat vaker gehoord, die verhalen. Ik weet dat ook een aantal van onze gemeentes dat meer speelt. Ik zie nu ook heel veel eerstejaars. Het lijken kinderen van 8, maar het zijn kinderen van 12, 13. En dus richting mijn leeftijd. En die beginnen nu ook te roken omdat ze tweede, derde, vierdejaars zien roken. Bijna niemand heeft zijn eerste sigaret lekker gevonden. Maar met vape is dat anders. Daar had je allerlei smaakjes. Officieel mogen die niet meer verkocht worden, maar we zien natuurlijk dat die nog volop in omloop zijn. Ja, bubblegum of watermeloen, dat proeft natuurlijk heel anders dan tabak. Het is gewoon heel makkelijk. Je gaat op Snapchat en daar kan je het gewoon via mensen kan je het gewoon krijgen. En wie geeft jou dat dan? Ja, er zijn heel veel onbekende mensen die dan, zoals Lady Vapes en zo, die gebruiken dan allemaal online. Maar die worden thuis bezorgd of komt er iemand naar je toe? Kan beide. Gemeente Dronten hield gisteravond een informatiebijeenkomst. Die ging over geluidsmetingen die zijn gedaan bij de windparken, bij Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband. Het resultaat van het onderzoek is er nog niet, maar voor inwoners is het wel duidelijk. De emoties liepen dan ook hoog op. Het gaat erom dat mensen die last hebben, die hebben ook echt last. Dat neemt niet weg dat u er last van heeft. Dat u... Ik heb geen last van, ik word er gek van. Dat ga je dus niet elke dag opnieuw doen. Nee, vertellen. Niet elke dag opnieuw, maar je mag het ook klussen. Dus, dat kan ik goed begrijpen, dat je er soms elke dag last van heeft. Als je noordenwind hebt, windkracht 3, 4, dan is het net of er continu een vliegtuig overgaat. Dus als je hier thuis zit, met mooi weer zoals vorige week met Pinksteren, nou, dan is het gewoon van, het is net alsof een vliegtuig in de lucht zit boven je hoofd. Het is een zeurend, dreunend, schurend geluid. Ik hoor wel het soeven van het rode blad. Ik hoor duidelijk ook de dynamo hoor ik echt draaien.
En gewoon het machinegeluid, dat hoor je heel duidelijk. Ik heb me laten testen en ik heb 48% gehoorverlies. Ja, als ik dan in de tuin zit samen met mijn vrouw en we zitten wat te drinken en ik heb dan en we beide horen zoep, zoep, zoep. Terwijl ik zoveel gehoorverlies heb, dan ja, is dat toch wel een teken dat het best wel ernstig is af en toe. Wethouder Lassize Hillebrecht heeft begrip voor de mensen die overlast ervaren. En roept dan ook op om te blijven melden wanneer je overlast ervaart. We hebben 2 grote windparken in onze gemeente. En het zou naïef zijn om te denken dat iedereen blij is. Of dat er mensen zijn, alleen maar mensen zijn die blij zijn met de windparken en geen overlast ervaren. Dus logisch. In gemeente Dronten vinden wij dat iedereen die hier woont, als hij een klacht heeft of iets ervaart, dat windparken en eventueel gemeenten met mensen in gesprek gaan. Zeewolde maakt zich op voor een feestavond. Morgen strijkt het muziekfeest op het plein neer in Zeewolde. Of eigenlijk muziekfeest op het water. Vrachtwagens rijden af en aan op het Raadhuisplein in Zeewolde. In de aanloophaven wordt een podium gebouwd op pontons. Met een hijskraan worden alle delen op de juiste plek gezet. Langs de kant worden de werkzaamheden grondig bekeken door voorbijgangers. Ja, het is wel een hele toestand, hè. Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen mee bezig waren. Maar ja, het podium opbouwen en zo, dat kost natuurlijk ook een heleboel tijd en mankracht. Wat vindt u ervan als u dit zo ziet? Ik denk nergens dat geld van gooierij. Kost een hoop, je hebt er niks aan. Het muziekfeest op het plein is woensdagavond en duurt van 6 tot 11 uur. Die avond worden door AfroTros 2 uitzendingen opgenomen. Het evenement in aanloophaven is gratis toegankelijk. En wat vindt u ervan, het muziekfeest dan hier in Zeewolde? Nou, het is niet mijn genre, dus voor de rest, wacht, het is leuk. Geef een beetje reuring. Het lijkt me wel leuk, ja. U houdt van de muziek? Ja, een beetje wel, ja. Op het podium zijn optredens te zien van onder andere Jan Smit, Frans Duits, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes en Danny de Munk. 30 artiesten gaan optreden. Op het podium dat er dus bijna staat. Onder de indruk van wat u ziet? Ja, echt wel. Ja, ik had het niet verwacht hoor, zoiets. Want je ziet alleen maar op tv het programma. Maar niet wat er allemaal omheen is, om zit. Hè. Dat is ook heel wat, hè. Dat is toch wel veel. Nou weet je ook ongeveer hoe het allemaal in elkaar zit, hè. Mocht het Raadhuisplein te vol komen te staan, kunnen bezoekers het feest ook zien op een groot scherm op het kerkplein. En we blijven even in Zeewolde, maar ga dan 40 jaar terug in de tijd. Vanaf morgen kan je heel gemakkelijk terug in de tijd in een pop-up museum. Om het jubileum van het dorp te vieren is een oude keet omgebouwd tot een museum. Maanden is er aan gewerkt, maar nu mag het museum de schuur uit. Een kleurrijke keet van 12 meter lang. En staat de komende tijd naast de feesttent op het evenemententerrein in Zeewolde. Specifiek voor de tijd van de pioniers is een keet een object waar dus in afwachting totdat het woonhuis of de schuur gerealiseerd werd, waar de pioniers in hebben gewoond. Maar ook de Rabobank is begonnen in een keet. School Het Wold is begonnen in een keet. Jongeren 19 nu is begonnen in een keet. En ook de 3-sterren en 4-sterren keet voor het sociaal-cultureel werk is allemaal begonnen in een keet. De dierenartsenpraktijk, de apotheek, de bibliotheek, ja, noem het maar op. We lopen nu hier naar binnen en in deze ruimte, daar worden de films vertoond. Die ruimte is ingericht van de tijd dat de polderpioniers hier begonnen. Dus een beetje 1970, 1980. Ja, dat is pure nostalgie, hè. Dan roep je herinneringen op van toen. En dat is alles waar dus op een gegeven moment de laatste maanden ongelooflijk veel vrijwilligers met giga-inzet bezig zijn geweest. Om juist dat beeld, die herinneringen op te roepen. Om mensen van nu een beeld te geven hoe het toen allemaal hier ontstaan is. Vandaar ook deze unieke keet. Helemaal mooi beschilderd met het polderlandschap van destijds. Het leek mij fantastisch om de pionierstijd weer opnieuw te herbeleven. Maar ook om inwoners van Zeewolde een kijkje te geven in hoe de geschiedenis van Zeewolde is geweest. De laatste hand wordt aan de keet gelegd. Morgen wordt die geopend. Tijdens verschillende evenementen in de feesttent is het museum in de keet gratis te bezoeken. En dat was Flevoland voor vandaag. En misschien heb je het gemist. Het was vanochtend graaien voor de laatste producten uit de Co-op in Emmeloord. Alle producten moesten weg en daar was alles dus 50% korting.
Of dat een beetje vrede verliep, dat kun je lezen op onze website of in de app. Een mooie avond. Dag.